ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag maandag 17 januari, als ik het goed zeg. Ik denk het wel. Even kijken. Ja, 17 januari. De weekvlog van vorige week ga ik waarschijnlijk niet online zetten, omdat die echt mega saai was. En dan denk ik altijd, nou, dan heb ik gewoon de hele week gefilmd, maar dan zet ik het gewoon niet online. Echt best wel stom eigenlijk. Maar ja, ik wil gewoon dat de weekvlog leuk is. En volgens mij heb ik ook niet heel veel spannende dingen verteld. Ik heb wel een nieuw telefoonhoesje had ik unboxed. Daar ben ik heel blij mee. Een pakketje van Lovies, maar die ga ik zo... Die vanavond, dit misschien vanavond of morgen, ga ik die openmaken. Morgen heb ik een hele leuke dag en vandaag moet ik naar stage. Dus ik neem jullie vandaag lekker mee. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik niks gefilmd omdat ik, ik moest dus eerst een hele dag stage lopen en daarna moest ik ook nog eens werken. Dus ik dacht, het is gewoon niet interessant als ik ga filmen. En vandaag heb ik een hele leuke dag. En gisteren was dus ook de enige dag dat ik moet werken deze week. Want het gaat een leuke weekvlog worden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is nu 9 uur. Ik heb over een half uur een afspraak om mijn wimpers te laten doen. Wat echt zeer nodig is. Dus ik heb me wel al helemaal klaargemaakt. Ik heb een pak aan van Naked. En ik ga zo meteen weg. Echt bijna. Ik ga alleen nog even mijn sieraden aan doen. En dan ga ik terug naar huis straks. En als ik terug ben, dan ga ik nog even snel mijn opmaken. Want dat wordt nu namelijk heel lelijk als ik me nu ga opmaken. Omdat dan straks hier nog van die plakkers komen. Dus dan ga ik me straks opmaken. En dan ga ik even naar de mall. De Mall of the Netherlands. Want daar woon ik dus heel dichtbij. Dus dat is heel chill. Het is de eerste keer dat ik weer even ga shoppen sinds de winkels open zijn. Die zijn nog niet zo lang open hoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus dan ga ik lekker samen met Eve naar de mall. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik had ook nog een pakketje van Lovies. Zou ik die nu eventjes openmaken? Ja, die ga ik nu eventjes openmaken. Sorry voor hoe ik eruit zie. Want ik heb natuurlijk nu geen make-up op. En mijn wimpers zijn gewoon echt helemaal weg. Ik heb dus een pakketje van Lovies weer mogen ontvangen. Ik vind dat echt een hele leuke samenwerking. En het is eigenlijk via Instagram. Dus ik maak altijd een Instagram foto mee. Maar ik vind het altijd leuk om te laten zien in de vlog. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Als eerste heb ik echt een mega mooi pak. Ik draag de laatste tijd echt heel veel pakken. Ik ben er super blij mee. Ik heb er één van Lovies in het groen. En toen zag ik er één in het lichtgrijs. Dus toen dacht ik, die wil ik wel toevoegen aan mijn collectie. Ik vind de pakken van Lovies best wel duur. Dat heb ik ook met Most Wanted. Maar ik vind Lovies kwaliteit van het pak echt veel beter. Het is echt een mega dikke stof. En hij heeft gewoon een mooie binnenvoering. Ik heb de blazer in de maat S. En de blazer is dus wel 60 euro. Maar ik vind het wel waard. En een blazer kan je natuurlijk echt met alles dragen. Er zit ook schoudervulling in. Een klein beetje. Oh, hij is wel best wel oversized. Dus ik zou zeker een S nemen als je een S hebt. Eerder een XS. Echt een prachtige stof. En er zit dus een... Ja, het is gewoon een lichtgrijze kleur met een heel klein beetje van die zwarte puntjes erin. En daarbij hoort natuurlijk ook een pantalon. De andere van Lovies was iets te lang. Maar ik heb dus hele hoge schoenen waar ik dan die broek op draag. En dan is het eigenlijk perfect. Ik heb de broek wel in de maat M en die is 50 euro. En dat is dus zo'n hele lange pantalonbroek. Ik vind hem echt prachtig. Ik vind hem ook heel erg mooi afgewerkt. En ik hou... Ja, gewoon echt van deze kleur. En dan heb ik nog een trui. Als het goed is, gewoon een zwarte basic trui. Alleen, oh, hij voelt wel heel erg fijn aan. Alleen de achterkant heeft hij dus een leuke achterkant. Namelijk met dit. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb geen idee wat erop staat, maar ik vond het er gewoon leuk uitzien. Dus de voorkant is eigenlijk helemaal basic. En ik heb deze in een maatje XS. Want ik wilde wel dat hij oversized was, maar... Ook weer niet zo oversized. 40 euro. En deze heb ik in de maatje XS. Dus dat is de trui. En dat waren de items die ik van Lovies heb ontvangen. Ik ga nu mijn wimpers doen en dan zien jullie mij straks weer. Oké, ik ben weer terug. Ik heb mijn wimpers gedaan. Dat zie je vast wel. Het is echt 1000 keer beter. Ik ga nu snel even mijn make-up doen. En dan komt Eve hierheen en dan gaan we samen naar de mall. Dus dat is heel gezellig. Even mijn beauty blender nat maken. En ik twijfel of ik deze outfit aanhoud. Omdat ik bang ben dat dan, hoe zeg je dat, mijn jas er niet goed overheen kan. Dus ik ga even kijken naar deze en anders een andere outfit. Oké, ik dacht misschien is het wel leuk om even kort
te laten zien wat ik op mijn hoofd doe voor make-up. Zie je dit? Ja. Oké, dit is niet handig. Nou, ik heb zo'n make-up tafeltje van de IKEA. En ik gebruik altijd deze spiegel, niet de spiegel die hierin zit. Want ik wil altijd heel dichtbij kijken. Nou, wat ik altijd doe is, ik gebruik als een primer, gebruik ik eerst altijd deze crème van Emery Olisse. En daarna gebruik ik altijd de Estée Lauder Day Wear. Ik zie dat er nog wel iets in zit, maar ik hoop dat ik er nog iets uit krijg. En dit geeft ook gelijk een beetje, oh ja, gelijk een beetje die bruine, ja, het is gewoon een soort day wear met tint. Dus het geeft een beetje bruin. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Want dan zie je er gelijk gewoon een stuk beter uit. Het is een beetje veel, maar ik vond het ook zonde om het weg te gooien. En ik neem altijd mijn nek een klein beetje mee. Oké, ik ga heel even mijn haar vast doen, want anders word ik echt helemaal gek. Ik gebruik altijd van die clipjes en dan doe ik het altijd zo naar achter. Oké, de foundation die ik gebruik is van de Estée Lauder Double Wear. En ik gebruik hem in 3C2. Deze is eigenlijk iets te bruin, maar mijn poeder is weer heel wit, dus dat compenseert weer een beetje. En ik breng het altijd aan met een kwast. Ik gebruik het altijd met zo'n heel simpel kwastje. En dan smeer ik het altijd een beetje... Nou ja, eigenlijk is die ook maar niet zo wit. Maar 3 klinkt altijd zo bruin, vind ik. Zo, en dan smeer ik dat gewoon een beetje op mijn hoofd. Ook heel goed onder mijn ogen, want ik heb daar altijd heel veel kleurverschil. En hier altijd tussen mijn wenkbrauwen doe ik ook wat lekker veel. En soms door die wimpers draag ik ook heel vaak geen make-up. Omdat je dat dan eigenlijk niet ziet. Omdat mijn wenkbrauwen nu best donker zijn omdat ze zijn geverfd. En dan blend ik het uit met een beauty blender. Oké, als ik dit helemaal zo heb uitgeblend. Gebruik ik soms concealer. Maar ik zal het nu wel eventjes doen. En ik doe altijd een lipbalsem op. Zodat dat even kan intrekken als ik mijn make-up aan het doen ben. Ik gebruik altijd de concealer van Catrice. En doe ik altijd onder mijn ogen. En dat doe ik ook altijd gewoon met mijn beauty blender uitblenden. Oké, dan heb ik dat gedaan. Dan gebruik ik altijd een heel klein beetje bronzer. Deze is echt al heel oud. Ik heb geen idee van waar die is. En doe ik altijd een heel klein beetje hier. En een klein beetje hier. En dat blend ik dan ook gewoon weer uit met mijn beauty blender. Zodat je alvast een laagje extra hebt. En deze blendt altijd heel fijn en snel uit. Dus dat is heel erg chill. Dan gebruik ik altijd poeder van MAC. In de kleur Light. Die is dus eigenlijk iets te licht. Maar ja, het is niet een ramp of zo. En die gebruik ik gewoon met deze kwast. En ik doe het alleen op mijn T-zone. Nou, ik zie nu al dat die veel te licht is. Zo. Doe ik een beetje zo. Dan gebruik ik altijd een bronzer. Ik gebruik altijd de Hoola bronzer. En dat doe ik een beetje zo met deze grote kwast. Even laten zien. Ik moet echt een keer mijn kwast schoonmaken. Het is echt een ramp. Dus dat doe ik een beetje zo. Dat doe ik niet heel precies. Maar dit is gewoon om kleur eigenlijk weer in mijn gezicht aan te brengen. En ik doe ook altijd een beetje hier om die onderkin weg te halen. Ja, en als ik dat dan goed vind, dan gebruik ik ook altijd nog even een contour powder. En die gebruik ik van Ethos. Gewoon deze, het eigen merk. Dan maak ik mijn kwast een klein beetje zo. Zodat die een beetje recht is. En die geeft best wel veel kleur. Zo. En nog een klein beetje hier. En soms doe ik ook nog met een klein kwastje. Ik zal het nu even laten zien. Een heel klein beetje zo bij mijn neus. En bij mij zie je dat altijd wel heel erg. Dus ik moet er altijd een beetje mee oppassen. Dan doe ik altijd nog blush op. Eerst droeg ik nooit blush. Vraag me niet waarom, want ik vind blush eigenlijk echt super mooi. De blush die ik gebruik is deze van MAC. En ja, ik vind die van de Ethos ook heel goed. Maar ik wissel altijd een beetje af. Hier komt gewoon... Dit bouwt heel rustig op. En dat vind ik altijd wel fijn met blush. Want heel vaak heb je dat het anders te veel wordt. En deze doe ik altijd een klein beetje hierboven.
Zo. Ik vergeet gewoon bijna mijn wenkbrauwen. Ik doe altijd eerst nog mijn wenkbrauwen ook. Mijn wenkbrauwen doe ik met Anastasia Dipbrow Penseel en het dingetje in de kleur blond. Ik trek altijd een lijntje echt om mijn wenkbrauwen heen. Best wel strak. En dan daarna vul ik het altijd gewoon met het Catrice wenkbrauwsetje vul ik het in. En ik borstel het altijd gewoon eerst helemaal omhoog. Dus ik borstel het eerst zo. En dan zet ik een lijn eronder. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik heb dan nu een lijntje heb ik om mijn wenkbrauwen heen gezet. En dan gebruik ik gewoon de Catrice wenkbrauwsetje. En dan vul ik hem een beetje in de wenkbrauwen. Zo. En dan gebruik ik altijd een wenkbrauwgel. Volgens mij was deze ooit van de Hema. Die is wel echt mega goor. Dan borstel ik het eerst helemaal omhoog. Aan allebei de kanten. Mijn wenkbrauwharen zijn heel lang. Dus dan doe ik de zijkanten weer een beetje terug. Want anders wordt het wel echt een beetje een wilde, heel erg wild. En soms gebruik ik dan ook nog wat highlighter. Ik zal het nu eventjes doen. Dat doe ik de laatste tijd eigenlijk niet meer zo vaak. Ik gebruik altijd de highlighter MAC Soft & Gentle van MAC. En die gebruik ik altijd gewoon met zo'n kwastje. En dan doe ik een heel klein beetje hier. En een heel klein beetje op mijn neus. Dan is dit eigenlijk altijd alles wat ik doe. En als ik, ik heb nu nog een beetje make-up op mijn lippen. Dan haal ik dat eventjes weg. En dan doe ik even een lipbalsem of zo op. Dus dan was dit een make-up look. Ja, ik draag eigenlijk alleen nog maar lounge kleren. Ja. Vind ik zo chill zitten. Ja. Er zit wel een beugel in ook. Wat is dit dan? Hier heb je ook merken, hè? Oké, Eva en ik zijn in de mall. Het is lekker rustig, dus dat is heel chill. We zijn naar de Body Shop geweest. En daar heb ik even een handcremetje gekocht voor 2,75 euro of zo. Hoe duur was het? 2,75 euro. En we hebben even Haarlemmer bruin gehaald. Echt een tip voor als je op vakantie gaat. Ja, leuk, ja. Ik vind deze wel leuk, maar ik moet echt een andere BH. Dat licht is wel weer echt mooi hier, zeg. Het is wel echt goed dat ik die blush niet heb gekocht. Ik krijg helemaal allergische reactie op mijn hand. Nee, dus inderdaad, waar kijkt dan naar die vlek ook in? Ja, echt heel lelijk. Oké, nou, wij zijn in de mall geweest. Ik heb natuurlijk weer echt veel te veel gekocht. Ik heb deze week, want ik krijg ook nog een pakketje van de Zara. Kijk, hè, dat ja, oké. Okay. Ik heb denk ik nu 6 nieuwe zomerjurken. Maar ja, die kan je altijd gebruiken natuurlijk. Iedereen heeft echt volle tassen, hè? Ja, iedereen is lekker aan shoppen, want het is natuurlijk heel veel sale. Nou, dus we zitten in de auto en het is gewoon chill bij de mall dat en alles overdekt is en je gewoon, ja, het is gewoon chill. Nou, oh, die wacht ja. Even. En we gaan nu eventjes sushi halen. Yes. Zin in. En ik zal zo even. Oh, we rijden er nu naartoe, dan moeten we nog heel even wachten. Dan doe ik gelijk even een shoplogje van wat we hebben gekocht. Even tanken. Ben even tanken. Tegelijkertijd. Ja, en dan doe ik de shoplog. Oh, ik ga verkeerd. Oh, och. Ik ben wel benieuwd hoe lang het duurt. Maar ja, maar we staan zijn er niet zo. Oké. Okay. Waar gaan we het opeten? Zullen we dat even niet hier doen, maar dan even daarheen? Of niet? Een parkeerplaats waar ja, het kan. Ja, is goed. Dus, oké. Okay. Wat ik heb gekocht. Wat had jij nou? Heb jij nou? Oh ja, dat jurkje van Nane. Ja, daarachter. Alles op achter van mij. Die is heel leuk. Eigenlijk misschien moet je hem laten zien. Ja, oké. Ben je erbij? Ja. Moet ik hem laten zien? Ja, is goed. Oké, Eva heeft dit jurkje bij de H&M. Hij is dus maar 6 euro, ook online. Het is dus een donkerbruin jurkje en hij is echt heel mooi voor in de zomer. Getrapeerd of zo, dat heet dat? Ja, getrapeerde stof. Getrapeerd. Nee, heel leuk. Geen rollading. Maar hij is dus normaal 20 euro. Ik denk aan mezelf, het is een XXS. Het is een XXS, maar hij rekt lekker mee. Wat had je nog voor de rest? Oh ja, we hebben nog Haarlemmer bruin gekocht voor de zomer. En nog wat dingen bij de Body Shop. Hoezo was het nou 50% bij de Body Shop? Nou, ze gaan andere verpakkingen krijgen. Oh, andere verpakkingen. Dus als je naar de Body Shop, run. Oké, okay, dan heb ik bij de Zara deze jurk. Echt een kerstjurk, maar oké. Okay. Hoe heet het? Deze? Heel leuk. Een beetje in het zilver. En deze heeft ook weer dat Dat heet toch gedrapeerd? Ja, maar ik kan het nooit uitspreken. Getrapeerd? Gedrapeerd. Of is het niet gedrapeerd? Ja, wel, wel. Oh ja, deze heb ik in een maatje M en deze was 16 euro.
Er was echt mega veel sale. Ik had ook best wel veel dingen, maar dat ene jurkje viel echt een beetje gek. Ja, hij was heel leuk, maar hij viel echt heel raar. Oh ja, en ik had dit jurkje heb ik nog, ook van de Zara. Deze is ook heel leuk en die heeft van de voorkant een beetje dat waterval effect. Ja, hij is wel echt leuk hoor. Ja, die vond ik ook echt heel leuk. En deze was maar 10 euro in plaats van 30. Deze. Ik weet niet of het nu nog steeds is. Wat heb ik hier dan nog? Oh ja, en ik had nog een handcreme en mijn shirt. Die had ik uitgedaan. Even kijken. Oh ja. En nog twee jurkjes bij de Stradivarius. Stradivarius. Deze is echt top. Ja. Dus, keken ze? Ja, een beetje. Ze waren aan het meegenieten. Deze in het groen. Is wel echt een mooie kleur ook. Een beetje omhoog. Zo, dit echt... jurkje. Viel heel mooi. Ja, heel mooi. Deze was maar 8 euro. Echt leuke sale. Deze, die stof is ook echt mooi. Ja, ik denk als ik deze twee had gekocht, dat ik misschien bij de Zara misschien niet had gekocht. Maar ja, en dan ook nog in beige. Ja. En ook nog deze. Oh, mijn camera valt uit. Als ik naar Bonaire ga. Als je naar Bonaire gaat, ik moet echt mee stoppen met Bonaire. Straks ga ik niet eens en dan zit ik dat helemaal te zeggen. Dus ook nog deze, ook heel mooi in een maatje M. Dat is dus dezelfde. Die was ook 8 euro en ze zijn dus normaal 20 euro. Dus dat hebben we allemaal gekocht. En we gaan nu lekker sushi eten. Zin in. Nee, ik heb er echt zoveel zin in. Oh, je hebt dit gekregen voor de... Ja, voor de sojasaus. Wat handig. Ja. Kijk hoe lekker eruit ziet. Maar wat... Ja. Oh, ik dacht dat er iets groens in zat. Ja, dat zit er ook maar ja, bedoel. Ja, dat is avocado. Ja, dat snap ik. Oké, ik ga proeven. Oké. Ik zie die garnaal niet eens. Ja, de garnaal die zit onder dat sojasaus, wat het ook is. Ja, ik vraag me ook altijd af wat dat is. Oh, dit is zo link. Ja, ik ga deze denk ik gewoon... Maakt niet uit als het op mijn auto komt hoor. Mmm. Ja, echt lekker is deze. En die deze is echt heel lekker. Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik was gisteren met Eve en het was echt super gezellig. Echt een leuke dag gehad, leuke dingetjes gekocht. Dus dat was heel fijn. Ik heb vandaag mijn gym minor. Mijn vriend zit in quarantaine. Hij heeft nog geen corona, maar in aanraking geweest met. Dus dat is een beetje lastig. Want ik heb namelijk een booster. Officieel hoef ik... Nou ja, ik ben nog niet in aanraking met iemand geweest. En ik heb natuurlijk de booster. Dus ik mag dan... hoef ik niet in quarantaine. Dus ja... Ik ga nu eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik richting school. Oké, ik heb mijn joggingspak aan. Ik ben wasje aan het draaien. En ik ga de week van vorige week dus niet online zetten. Daar had ik een pakketje ontvangen van wasparfum. Dit. En het is echt zo chill. Daar unbox ik het dus. En ik heb dus deze, had ik zelf besteld, de Diamond. Echt heel lekker. En ze hebben dus ook heel veel andere geuren die ook heel erg lekker zijn. Dus die gebruik ik nu. Er is ook nog een pakketje van de Zara. Die zal ik straks even unboxen. En ik ga nu eventjes een beetje deze spullen opruimen. De video geëdit. Waarom stelt hij niet scherp? Ik heb een pakketje van de Zara. Die ga ik zo opmaken. Ik ben tegelijkertijd ook aan het koken. En ik zal eventjes laten zien. Want dit is een van mijn lievelingsgerechten. Als eerste hebben we broccoli en zalm uit de oven. Dit doe je gewoon met olijfolie en zout. Smeer je het in. En daaronder hebben we nog tomaatjes uit de oven. En dan ga ik ook nog zoete aardappelfrietjes maken uit de oven. Dus dat wordt heel erg lekker. Oké, ik moet nog even een kwartiertje wachten voordat alles klaar is met eten. Ik had in de sale had ik wat besteld bij de Zara. Dus ik dacht, maak dat even open. Toen wist ik nog niet dat ik gisteren dit allemaal zou kopen. Want het is eigenlijk een beetje overdreven. Want ik heb gisteren natuurlijk nu 4 nieuwe zomerjurkjes gekocht. En deze had ik al besteld. Ik dacht, ik bestel het gewoon. Want ik ga waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie op vakantie. En ik heb toen vorige keer heb ik heel erg getwijfeld om dit jurkje toen te kopen. Toen die gewoon in de winkel gewoon normale prijs was. In een soort... luipaar printje. Een beetje groen-bruinige kleur. En hij is dus normaal was hij volgens mij 40 euro. En ik had hem nu volgens mij voor 10 euro.
Dus ik dacht, ja, deze moet ik gewoon hebben. En ik vind hem echt prachtig. De stof is ook wat dikker en ik denk dat hij echt heel mooi gaat zijn. En ik had nog een ander jurkje. Die had ik ook al eerder gekast. Die vond ik ook echt prachtig. En dat is namelijk deze. En die heeft dus hier zo'n V'tje. En je kan deze dus zo naar voren strikken. Ik vond het ook echt een heel leuk zomerjurkje. En die was in plaats van ook 40 euro, was die nu volgens mij 15 of 10 euro. Dus dat had ik nog eventjes bij de Zara besteld. Oké, het is inmiddels alweer vrijdagavond. Eindelijk lekker weekend. Wij gaan zo sushi bestellen. Dus daar heb ik echt mega veel zin in. En ik had dus ook een pakketje. Want ik had namelijk op Vinted een nieuwe tas besteld. Dus ik zal die eventjes laten zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Want ik heb dus een zwarte zadige van Terre tas. En ik wilde heel graag een witte. Maar echt een wit-witte. Dus geen gebroken wit of beige. En ik kon het op de foto niet duidelijk zien. Maar ze wist zeker dat het de goede was. Dus ik ben heel benieuwd. En anders ga ik er maar zelf op zitten. Want hij zag er wel gewoon heel erg mooi uit. Dus ik hoop echt dat het de witte is. En ik moet er een schaar pakken. Oké, ik heb hem opengemaakt. Oh, hij zit wel echt in zo'n extra tas. Zo'n dust bag. Dus dat is heel fijn. En dan gaan we hem even openmaken. Ik ben echt heel erg benieuwd of het de goede is. Even kijken. Oké, nou, het is dus geen wit. Ja, ik kan het dus niet goed laten zien, maar het is... Wacht, ik ga er iets anders naast houden en dan snappen jullie wat ik bedoel. Kijk, dit is wit. Het is gewoon crème. Dus dat is wel jammer. Maar ik vind hem alsnog heel mooi. Heel lekker. Echt heel... Dat kan je gewoon opeten. Lekker! Het is vandaag zaterdag. En mijn god, wat zie ik er slecht uit. Ik ga zo even iets aan mezelf doen. En ja, wij gaan vanavond lekker eten. Gisteren hadden we lekker sushi gegeten. Al een spelletje gedaan. Dus dat was heel leuk. En vandaag is de vader van mijn vriend jarig. Dus hebben ze eten geregeld. De reden waarom ik niet film is omdat mijn vriend niet zoveel heb gefilmd deze week. Omdat mijn vriend in quarantaine zit. En officieel hoef ik dan niet. Want ik heb de booster. Maar alsnog ben ik een soort van ook in quarantaine. Dus ik ben heel benieuwd wat we vanavond allemaal gaan eten. Oké, we gaan het even unboxen. Oké, champagne. Friet. Brood. Lekker. Wat hebben we nog meer? Boter. Twee keer soep. En nog maar eten. Heel dus veel eten. Daar. Ja, dit is wel wat oud eten. Nou, het eten is dus allemaal binnen. Ik ga dus nu eventjes mijn make-up doen. En dan... ik heb gewoon een blouseje aangedaan. Gewoon heel simpel. Daaronder gewoon met Jones broek. Want we gaan straks dus dan online met z'n allen. En... ik heb hier nog een beetje... Zo. Dus ik ga even make-up doen. Maar volgens mij had ik deze week al gefilmd hoe ik mijn make-up doe. Dus dat is niet heel interessant. En als de vlog te kort is, dan gebruik ik ook gewoon nog wat andere beelden. Dus dat moet wel goed komen. Nou, het volgende gerecht. Het is vandaag zondag, onze laatste dag in quarantaine. Ik hoefde natuurlijk niet echt in quarantaine, maar je snapt wat ik bedoel. Gisteren was echt mega lekker, mega leuk. Dus we hadden namelijk, de zus van mijn vriend had eten besteld. En dat gingen we dus allemaal tegelijk opeten. Was echt super leuk en waren allemaal quiz dingen. Ik ben een beetje buiten adem, ik heb net boodschappen gedaan. En ja, ik ga namelijk iets maken. Ik ga van die Oreo truffels maken. En daar heb je dus maar 3 recepten voor nodig. Je hebt 2 van deze pakken Oreo's nodig. En die gaan we dus nu klein maken hierin. Dus dat ga ik nu als eerste doen. Dan moet je nog 75 gram chocoladepasta toevoegen. Ik heb gewoon Nutella gebruikt. En nu ga ik het even een beetje fijn stampen. En dan ga ik de mixer aanzetten. En dan moet je een soort van kleine balletjes maken. Oké, een tip. Je moet eerst echt de koek kruimelen en dan pas de chocolade toevoegen. Want ik merk gewoon dat het nu echt niet meer kleiner wordt. Oké, dan moet je de balletjes moet je een uur in de koelkast of 20 minuten in de vriezer doen. Ik heb ze een uur in de koelkast gedaan. Ik ga ze er eventjes uitpakken.
Kijk, en zo zien ze er dan uit. Zo zien ze eruit. En ik ga ze zo meteen, ga ik hier chocola in smelten en ga ik ze daarin doen. Op die manier. Op deze manier ga je dus nu de chocola smelten in zo'n pannetje. En als dat lukt, dan doe je dit bolletje doe je er doorheen. Dan leg je hem hier neer. En ik heb nog wat kruimeltjes bewaard om er overheen te doen. Nou, zo ziet het eruit. En nu gaat het weer even de koelkast in.